Welkom bij de Ronde Tafel, van conflictstress naar levensgeluk. Vandaag hebben we het over de overgang van geliefde ouders naar collega-ouders. Petzel Schulten, Patrick Mediator en Margreet Breukelaar, ook mediator, expert bij de Mediation Supermarkt. Dat is nogal wat, hè? Van geliefde ouders naar collega-ouders. Dat is een behoorlijke overgang. Jij hebt daar dagelijks mee te maken. Dat is wel een omschakeling, ja. Als je als partner samenleeft, dan gaan een heleboel dingen automatisch en vanzelf. En zodra je eigenlijk geen partner meer bent, krijg je het gewoon twee individuen. Die hebben allebei een apart systeem, zeg ik dan altijd maar. En die moeten dat dan, die hebben dezelfde taak. Hè? Ouder zijn van dezelfde kinderen. Ja. Dus dan gaat het niet meer vanzelf. En je bent je heel bewust van, hoe wil je dat nou doen? En, je moet veel meer nadenken, terwijl alles eerst meer vanzelf ging. Want waren die regeltjes er dan eerst eigenlijk niet? Nou, onuitgesproken denk ik. En je, s'avonds eindig je toch vaak op dezelfde plek. Dan heb je het er nog eens even over. En je ziet ook meer. En er is ook gewoon meer begrip of wil om het voor elkaar te krijgen met degene van wie je houdt. Als dat je afspraken moet maken met degene die je misschien niet meer aardig vindt. En dat is wel een heel verschil. Dat is even een dingetje. Hoe maak jij dat mee, Margreet? Die overgang van naar collega's, zeg maar. Ja, nou dat is wat jij zegt. Echt een enorme rolverschuiving eigenlijk. Want je hebt het ook terecht over systemen. Hè? We hadden het gezinssysteem waar alles in draaide. Hoe afgesproken of niet afgesproken dat dan ook was. Een soort automatisme. Een soort automatisme. En dat is gegroeid in de loop der tijd. Dat zijn ook geen gespreksonderwerpen iedere dag. Hè? De dingen doen gaan gewoon zoals ze gaan. De kinderen groeien daarin op. En op een goed moment breekt dat systeem. En dan komen er twee nieuwe systemen. En weet dat maar eens aan elkaar te plakken. Hè? En dan, wat je dan vaak ziet, is dat de ene ouder dan zegt van ja, maar dat deed jij vroeger ook nooit. Dus waarom zou je dat nu wel doen? Terwijl dat in dat nieuwe systeem natuurlijk heel anders kan zijn. Er worden nieuwe afspraken gemaakt. En ze worden vastgelegd. Ja, voor zover ze vast te leggen zijn. Hè. Want systemen groeien ook, dus het is niet allemaal van tevoren in beton gegoten. Ja, want hoe kun je nou die overgang soepel laten verlopen? Nou ja, allereerst door gewoon in gesprek te gaan, te vragen aan elkaar wat je prettig vindt. Hè. Ik zelf doe altijd met mensen, hoe was het eerst, hoe is het nu, hoe willen jullie het straks? En dan uitgebreider, hè, hoe was het eerst, wat vond je prettig, wat vond je niet prettig? En zo ga je verder en zo komt vanzelf eigenlijk alles wel aan bod, alles. En dan kan je daar afspraken over maken. En houden mensen zich daar dan over? Als het een afspraak is waar ze achter staan, die door beiden wordt gedragen, een afspraak die ze na kunnen komen, omdat ze die ook na willen komen, dan houden ze zich er wel aan. Ja, een afspraak waarbij je in allerlei bochten moet wringen of omdat de situatie veranderd is. Als jij altijd op vrijdag vrij bent, dan kan je makkelijk voorstellen om de kinderen naar school te brengen en naar alle naschoolse activiteiten. Maar als jij een nieuwe baan krijgt waarbij je op vrijdag moet werken, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus het is belangrijk dat je ook in gesprek blijft met elkaar en niet heel star aan die afspraken houdt. Want die nieuwe baan was in de oude situatie ook een gedeeld belang. Ja. En dat belang is nu weg, is contrair eigenlijk. Ja, er zit er ook nog een ander aspect aan, denk ik. Je hebt helemaal gelijk. Er zit daarvoor nog een ander aspect aan. En dat is dat beide ouders moeten hebben gezegd tegen elkaar dat zij een nieuwe fase ingaan. En daarmee bedoel ik dat zolang de ene ouder nog niet afstand heeft gedaan van het feit dat hij een partner was, gelijkwaardig in dat systeem, kan dat nooit werken. Je moet aan tafel een moment hebben gehad waarbij beide zeggen, ja, het huwelijk is of de relatie is beëindigd. Ja. Een bewustwording van, het gaat niet meer zoals het altijd ging. En laat je dat dan ook bewust uitspreken? Want dat lijkt me nogal een pijnlijk moment. Nou, ja, maar dat is wel, op basis daarvan kun je verder bouwen. Zolang de een nog altijd hoop blijft houden of denken van, oh, misschien komt het nog wel goed. Of ik wil eigenlijk helemaal niet uit elkaar. En daar ga ik nog steeds ten volle tegen ten strijde. Kun je niet bouwen aan een nieuwe rol van co-ouders. Dus kun je die afspraken eigenlijk niet maken. Maar goed, die kinderen zijn er wel. Je bent wel uit elkaar. Wat dan? Ja.
Ja. Nee, ja, ik hoop dat ze dus wel die afspraak kunnen maken, maar nou, het kan maar, pas op het moment dat... De scheidingsmelding dat... is ja, heel belangrijk daarin. Ja. Dat, ik vraag ook altijd, hè, hoe is de scheidingsmelding? Ik leg het wel uit wat het is. Hè. Nou, het is wel zo'n term natuurlijk. Ja, het is voor ons heel bekend, maar voor andere mensen niet. Hè. Die scheiden doe je ook niet dagelijks, neem ik aan. Maar ja, wie heeft aangegeven dat hij of zij niet meer verder wilde? En hoe is dat gedaan? En wanneer is dat gedaan? En is dat wel begrepen? Is het goed aangekomen? Begrijpt die ander? Hè? Dus begrijpen ze elkaar? Begrip is heel belangrijk. En dan, dat moet wel een basis zijn. Het moet wel duidelijk zijn. We gaan uit elkaar. Dat komt niet meer goed. En we gaan nu kijken hoe we zo goed mogelijk als collega-ouders ouderschap voort kunnen zetten. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Wat zou je nou als tips meegeven om dit zo goed mogelijk neer te zetten voor de toekomst, dat het ook duurzaam is om dat woord maar niet te gebruiken? Ja, wees allebei er heel erg van bewust dat je wel kijkt naar het belang van dat kind. Dat klinkt als een cliché, maar als je gaat lopen kibbelen over wie op eerste kerstdag het kind, een van jullie kinderen, aan het ontbijt mag hebben. Ja, kijk even, wat is voor het kind nou heel prettig? Als bij familie van de moeder altijd een heel leuk feest is met een heel erg groot ritueel waar dat kind zich op verheugt, moet je dan willen dat het kind op eerste kerstdag het ontbijt heeft bij de vader, als het daar leuk is. Dus ja, één tip is, denk vanuit het voordeel van het kind. Dankjewel. En Margret, nog een tip? Heb aandacht ook voor inderdaad de overgang van relatie naar andere relatie, naar co-ouderschap. Mijn ervaring is dat zolang dat niet goed is afgesloten, kun je ook niet verder. Dus de aandacht voor juist dat stukje. En neem niet te snel aan dat een echtscheiding is geaccepteerd door de ander. Goed, dank jullie wel. We hadden het over de overgang van geliefde ouder naar collega-ouder. Belangrijk daarbij is dat echt de scheidingsmelding door is gekomen, dat het wordt geaccepteerd dat er een scheiding aan zit te komen en dat het kind de centrale plaats inneemt. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Thank you.